We zaten dan plots in een situatie waarin er een stuk of 6, 7 wegreden en we hadden daar volk bij. Dus zat ik op mijn gemak. Zo'n aankomst is op mijn lijf geschreven, zo'n hellende strook. En op 150 meter van de streep dacht ik, het is het moment. Ik ga gaan. En het was het momenten. Ja, inderdaad, het was inderdaad het momenten. Een klein beetje geholpen door de deur die een klein beetje open bleef. Wrong er zich wel heel mooi tussen zonder zijn handen te gebruiken. Een klein beetje de schouders, nog niet uit de kom op dat moment. Dat was pas later. Maar in ieder geval, ja, chapeau. De manier waarop. Geweldig. Mooie koers. Dit zijn de highlights van de koers. Heel veel bewegingen, heel veel spanning. Op een bepaald moment denk je, ze zijn weg en ze gaan ze niet meer pakken, want daar zit heel veel kwaliteit voor aan. Maar zoals jij toen ook al aangaf, José, ze zijn eigenlijk te vroeg beginnen koersen. Ze hadden elkaar langer nodig. Ze hadden langer bij elkaar moeten blijven tot ze een bepaald moment de voorsprong hadden. En dan kan je de laatste 5 kilometer, 6 kilometer beginnen speculeren en fantaseren en van alles en nog wat uitlokken. Maar ze zijn veel te vroeg begonnen elkaar af te maken met dan hollen en stilstaan. Deze man natuurlijk heeft er ook wel voor gezorgd door het verdwijnen uit de koers dat we niets ander koerstactiek kregen. Maar er waren mannen als Kampenaars en de Bond niet mee bezig. Dus ja, die mannen hebben de koers bepaald. Ja. En ook Stuyven. En als je ziet hoe de koers zich ontspint, is het dubbel jammer voor Fabio Jakobsen dat hij gevallen is. Want uiteindelijk komt er nog een hele grote groep weer samen. En als je daar nog wat volk bij hebt, dan kan je nog in een positie gebracht worden om hier te sprinten voor de overwinning. Maar Misschien nog wel, maar ik moet toch wel zeggen, de mannen van Lotto, heel goed in de koers gedragen, handschoen opgenomen en de koers gewonnen. Ja, chapeau. Hier weet hij het al. Ze komen niet. Toch nog eens tussen die benen kijken. Nee, ze zijn er niet. Ai, die schouder. Ai, je zag het, hè, de grimas. Ja, ik zou het ook niet moeten doen, want ik zit een beetje met een frozen shoulder, maar dat is dan weer een ander verhaal. Van te tennissen van jou. Ja. Of van naar mijn haag te kijken die ik mocht moet scheren. Wat te kijken, hè? Mag dat?